En hallo mensen, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag op Nuketown, een potje Team Deathmatch. Zoals jullie zien zijn we dus in Black Ops 3. Ik dacht na vorige week van, nou weet je, we hebben nu ondertussen al een hele lange periode Infinite Warfare gehad. We hebben twee nieuwe wapens laten zien, dus de nieuwe wapens die Infinite Warfare zijn. En ik vond het alweer eens tijd voor een potje Black Ops. Dus ik heb Black Ops opgestart en we gaan vandaag spelen zonder geluid. Zoals jullie zien, ik draag geen koptelefoon. Ik ga spelen met een Manowar, met een Defuse Song als secondary. Op mijn Manowar staat de Eloscope. Ik meen Rapid Fire, Fast Max en nog wat dingetjes. Een stok volgens mij. Oh, dat is lastig. Ik speel zonder geluid, zoals jullie zien. Normaal, op Nuketown heb je niet zo heel veel aan je geluid al. Dat is, nou, weet je, dat is wel een beetje een dingetje. Maar het feit dat ik altijd niemand wil aankomen, dat is best wel lastig. Want je hoort ook geen schot of iemand die dichtbij komt. Dat is best wel lastig. Dus dat is een beetje de challenge van vandaag. Zonder geluid spelen. En dat is best lastig. En ik zeg wel eerlijk dat dit het tweede potje dat ik speel. En... oh god, ik schrok me dood. Ik dacht dat het mijn enemy was. Maar dit is in ieder geval het tweede potje wat ik speel. Waarvan ik het eerste dat ik zonder geluid doe. En... oh, dat is een beetje jammer. Dit is een beetje jammer. En we gaan natuurlijk proberen te winnen. En we spannen aan de andere kant. Ik denk dat hier nog wel een paar snapertjes staan. Ja, die stond daar. En natuurlijk stond hij achteraan. Oh god. Niet meer? Ja, weet je, ik hoor het niet. Dus ik heb geen idee. Good to go. Ja. Ik zeg wel, het was best wel grappig. Ik moest best wel hard lachen eigenlijk laatst. Oh, shit. Mooie kill. KM44. Kunnen we ook nog even naar Switch als we dat leuk vinden? Kunnen we dat nog even kijken? Sowieso de controls. Weet je, de controls zijn allemaal hetzelfde gebleven, maar... stop. Oh. Oh, dank. Mooie. Prima. Dubbel. Oeh. Oh, ik heb ook nog. Niemand hier? Ik wil graag heel graag even mijn care package halen, weet je? Dat is shit. Kijk, Fury Song erbij. Zit hier nog iemand? Ik denk van wel. Fuck jou. Zo. Ik vind dat zo grappig. Ja, dan ga ik door die huizen heen rennen. Gewoon met een zwaardje. Dat vind ik zo geinig. Dat vind ik altijd lachen. Mensen schrikken zich namelijk echt dood als je dat doet. Oh. Nou, zo schrik ik me dus ook dood. Hij zat daar gewoon. Maar ja, dat heb ik niet gehoord. Want ik had, zoals ik zei, geen geluid. Deze fan. Nee. Smoked. Ik weet niet aan welke kant ze spannen. Ik zit er niet aan. Oh! Er komt een achter me. Niet gezien. Excuse. Ik moet even dit ding hebben. Misschien zal ik wel slip. En wacht, ik. Even kijken. Niemand. Team heeft het. Team, pak jij hem? Nee! Oh, ik wou hem zo graag. Ah, nu ben ik hem kwijt. Ja, nu ben ik hem kwijt. Ik weet ook niet wat eruit komt, hè? Dat ik echt niet weet. En ja, dat weet je, dat is toch zonde van die care pack. Dat iemand anders hem nakt. Ik heb een hekel aan. Oh, ja, daar gaan we weer. We gaan niet super lekker, vind ik zelf. Het gaat allemaal een beetje langzaam voor Nuketown zijn. Voor Nuketown begrippen pakken mijn kills heel slow, heel erg langzaam. Dan blijft natuurlijk een... oh, tuurlijk een raid. Als dat ding uit mijn care package kwam, dan doe ik echt gek. Oh, tuurlijk een hij. En ik kom altijd tegen die ene persoon die wel kan snipen. Dat is echt een soort klein detail over mij. Doe. Oké. Oh, ik had hem toch nog. Ik heb niks te zeggen. We gaan wel achter, zie je. Ga aan de kant. Ga weg. Nee! Oh, ik had hem bijna, hè. Een van de enemies gaat goed. Oh, die bot die rake echt. Ga weg! Ik zou bijna een ander wapen gaan pakken. Ja, eigenlijk wel. Kijk.
Hellstorm. Gun me. Gun me. Oké, snel even op de shit. Hellstorm on standby. Oké. Oké, toch 2 kills. Ik vind het prachtig. Dit ding is even inroepen. Ik vergeet altijd alles in te roepen. Behalve natuurlijk een... Oké, klaar. 22-15. Ik vind het in principe een prima potje. We gaan nog een potje achteraan doen. Want ja, weet je. Één potje is altijd net iets. Ik vind het altijd een match. Dus 2x10 deathmatch is eigenlijk hetzelfde als 1x domination. Dus we doen nog een potje achteraan. Maar weet je, we hebben nog al die laatste schermen. Die shit, dus dat bespaar ik jullie. Dus we gaan gewoon door naar het tweede potje. Let's go. Zo, en daar zijn we dan. We zijn in potje 2. Het is weer Nuketown geworden met nog dezelfde mensen. Dus we hebben gewoon, weet je, dat is eigenlijk altijd, dat is volgens mij toch best wel vaak zo. Ik kom me spontaan weer herinneren. Tot op het moment dat je 1 keer Nuketown speelt, speel je eigenlijk altijd 2 keer Nuketown. Weet niet waarom, want je kan Nuketown nog altijd een keertje kiezen over het algemeen nadat je Nuketown al een keer gespeeld hebt. Dus het is weer Nuketown geworden. Ik ga nu wel een andere class pakken. Ik ga eerst even beginnen met een sniper kill, want dat vind ik gewoon grappig. Als het wil lukken. En daarna gaan we overswitchen naar een ander wapen. En ga jullie daarna vertellen welke dat is. Ik ben niet zo van campen. Maar ik vind het gewoon altijd leuk. Op het moment dat je geluid aan hebt. Met ijs en gewoon een thee. Ja, jongen. Uit de. Mat. Zo, er zijn 6 kogels verder, jongens. Als ik dood ga, ik zie daar al iemand staan. Ik ga ondertussen even switchen. Ik ga. Kuda gebruiken. Ga ik er wat meer op afrennen. Oh, oké, bedankt dat je mij wou killen. Super tof. In ieder geval, de Kuda dus. Ik ga er dus wat meer op afrennen, want Kuda is echt mijn lievelingswapen. En dat is niet veranderd in de loop van de... Oh. Ja, dit is wel een beetje een dingetje. Maar in ieder geval, de Kuda is dus niet veranderd. Dit is echt nog steeds mijn lievelingswapen. Dus, zodoende. Oké, dus ik heb het niet aangepast. Dit kan nog steeds zijn van een paar maanden geleden. Dat hij toen ook was, dat hij toen al goed werkte, werkt hij nu nog steeds prima. Oh mijn god, wat was ik hier scheef. En helemaal gezien en nog steeds niet de kill pakken. Dit gaat helemaal nergens over. Dank je. Oeh. Oh nee, die had ik echt moeten hebben gewoon. Dit gaat helemaal nergens over. Pak die kill, kom op, kill die gast gewoon. Een haakje, aan de kant en. Waar schiet hij mee? Met de Banshee. Oh, dat zag ik ook nog natuurlijk. Dat had ik al lang weer vergeten. Geen secondary, kut. Hostile HCXD in your AO. Dat heb ik helemaal vergeten. Ik dacht, ah, ik wacht hem wel op, weet je, maar dat had helemaal geen zin. We lopen achter, jongens, we moeten een beetje doorgrassen, anders wordt het hem niet. KIA. Die Rico, echt. Shit, man. Ik kan me herinneren dat die ding veel minder Rico had. Misschien heeft ze ondertussen aangepast, dat weet ik niet, maar... God, waar speelt hij mee? K44, misschien moet ik dat ding ook even pakken. Laat ik dat even doen. Weet je, als we dan ik heb er ook een secondary op staan, dat is altijd prima. Dan gaan we dat ding hier, gaan we hierna even switchen. Ik weet dat het niet zo goed is. Potje 3 om in een potje 3 te switchen. Maar dit is ook niet de oplossing, weet je. Dus we moeten nog wat. We moeten even kijken natuurlijk. Want weet je, met een sniper, met een... kan je altijd wel wat uithalen. Maar je kan niet altijd... Wat? Jij kan nog... Dat kan niet. Ik kan niet zo snel. Kijk, ik moet even kijken hoe ik het best tegen ze kan spelen. Want weet je, als ik net tegen ze speel met Manowar. Maar weet je, Manowar is altijd wel prima. Maar ik wil uitzoeken hoe ik het best tegen ze kan spelen. Want weet je... Sommige mensen schieten die ready, die gaan allemaal heel snel. Sommige, weet je, bij sommige dingen gaat het gewoon allemaal net langzaam. Ik heb dat er iemand komt. Maar dat maakt niet. Kijk, we hebben nog een knife. Hier zit niemand. Oké, weer terug. Hostile UAV spotted. Zo. Oh. Sorry voor die schietkill. Oh, voor die draaien. Draai gewoon door, ik schiet ook door mijn draai heen. Niemand die er enige fuck op geeft, maar dat maakt niet uit. Oh, god. Oké. Ik moet even opletten en niet gekild worden op het moment dat ik spam. Dat is ook een beetje vervelend. Maar, die wolf, echt.
Ga weg. Ik wil je wel killen, maar ik wil niet dat je mij killt. Dat is een beetje het hele principe. Wat het internet is gevaarlijk. Tering. Hun internet is hier mis mee. Ga weg. Oh god. Ah nee, dit gaat toch nergens over. Kijk onze punten. Oh, nergens over. In de middenwaar kom ik dus verder dan met een... Ja, ik weet het ook niet. Fuck jou. Nee, kom op. Ik heb dat echt al te vaak gehad nu. Dan activeer je specialist en dan ga je toen toch nog even doodgaan, hè? Gewoon meteen gewoon. Dit is toch gewoon lelijk. Tegenpartij, oké, okay, deze twee, de bovenste twee hebben goed gespeeld. Jij, een beetje gemeene gevoelens over, jij kent hem een beetje. Maar hun hebben wel prima gespeeld, maar het is zo jammer, hè? Dat ik dan weet je, dan speel je even lekker. Dan, dit is letterlijk gewoon mijn derde potje van dat ik deze game weer speel in, weet ik veel, hoeveel maanden ondertussen. En gaat het derde potje dan niet lekker, weet je. Dat is net niet lekker. Het eerste potje ging, die hebben jullie niet gezien, want die heb ik gewoon, weet je, even inkomen, even weer je controls, even kijken hoe snel die rent, hoe snel die richten, weet je. Even wennen aan de game. En daarna heb ik het opgenomen, dat zie ik als een soort van mijn eerste potje, want de rest is gewoon wennen. Weet je, het is toch wel jammer dat ik dan dat net niet haal, weet je, via assist. Dan had ik dus de zaakjes gewoon even die 19 kills kunnen pakken. Maar ja, niks aan te doen. Het is nou helemaal zo. In ieder geval, ik hoop wel dat jullie van deze video genoten hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik weer even Black Ops speelde. Maar Black Ops is ook en blijft gewoon een hele toffe map. Of een hele toffe game. En Nuketown is en blijft een hele toffe game. Of een hele toffe map, ja. Jullie snappen wat ik bedoel. Nuketown, toffe map. Black Ops, toffe game. Ja, oké. Okay. In ieder geval, als jullie dat dus leuk vonden en willen dat ik hier meer video's van maak... kan dat zeker, en laat dan zeker even achter wat voor video's ik moet maken. Want ik kan zoals vroeger, kan ik weer random class doen. Ik kan weer class van de kijker doen. We kunnen gewoon een potje spelen. Dat kan van alles. En dat kan ook gewoon in Infinite Warfare. Want als jullie erover, weet je, dat kan ook gewoon. Er zijn ook gewoon voor, jullie kunnen ook voor je eigen class insturen naar mij. Dat je zegt van, yo, we gaan gewoon, we willen graag in Infinite Warfare. Dat je die class gebruikt, of dat je die gebruikt, of dat je dat speelt. Of, weet je, het is allemaal mogelijk. Dus als jullie dat tof vinden... laat zeker een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te reageren en te abonneren op mijn kanaal. En ik krijg een mooi broodje kibbeling. Prachtig, ik ga hem toevoegen, want ik vind zijn naam tof. Dus hartstikke bedankt voor het kijken, zeg ik later. Dag en doei.